geloof het of niet, ik sta hier in het Italiaanse Firenze, vlak voor de Ponte Vecchio, waar ik een afspraak heb met een Limburger met een hart voor mode. Kurt, hallo. Dat wij Limburgers elkaar mogen treffen in dit wondermooie Firenze. Zoals je ziet, een prachtige stad. Ongelooflijk, hè? Heel, heel charmant, echt waar. En een beetje jouw tweede thuis? Ik kom hier denk ik al gedurende 12, 13 jaar, twee maal per jaar. En wat kom je dan doen? Pieter Womo. En dat is? De kledingbeurs van het jaar. Ah, oké. Dus de Italianen weten het weer. Op vlak van mode zijn ze altijd een beetje voor? Zij hebben toch iets waar wij een beetje jaloers op zijn. En hoe ver is het wandelen om naar dat iets te gaan kijken? 5 à 10 minuutjes te voet. Dat kunnen wij te voet. Langs waar? Langs daar? Langs? Langs die kant. Langs daar. We zijn gearriveerd in het Walhalla van de Italiaanse fashion. Pieti Uomo. Pieti Uomo, dat is de naam van de beurs. Wat gaan we doen? Proberen de nieuwe trends van zomer 2013 al te ontdekken. De zomer al. Zeer interessant. Ja? Ze breiden alsmaar uit, de trends worden alsmaar beter gevolgd en ja, heel mooi. Ik wil dat je voor mij het mooiste stuk van de volgende zomer zoekt. Competition is iets perfect voor hem. Je hebt nog competitie voetbal gedaan. Ja, in mijn vorig leven. In je vorig leven? Bij Heuzenzolder. En hoeveelste klasse was dat? Tweede klasse. Fijn. Dus dat moet je hebben volgend jaar, anders ben je niet goed bezig, Kurt. Nee, we gaan er volledig voor. Zeg Kurt, voetballers en mode, is dat een toeval? Ja, toeval eigenlijk niet. Mijn ouders hadden een zaak vroeger met kleding op de markt. Een beetje de verbeterde kwaliteit voor de wekelijkse markt. En eigenlijk zijn zij na een paar jaar met diezelfde kleding winkel gestart. Toen nog Galerij Colso. Dat is inmiddels denk ik zeker 25 jaar geleden. En ja, toen was ik 18, 19 jaar. En ze zochten eigenlijk iemand. En vermits mijn schoolresultaten niet zo goed waren, dat ik meer feesten dan leerde, was het eigenlijk aangewezen dat ik dat zou doen. Oh ja. En in het begin, zei je daar een leek in. En na een paar jaar groeit dat, die passie komt voor het vak. En je gaat dan uitkijken hoe kunnen wij de zaak verbeteren, vergroten. En zo zijn we eigenlijk dan in 15, 16 jaar terug in de nieuwe winkel beland.
Oh. Wat we dan eigenlijk omgebogen hebben tot een merkenwinkel. Met specialiteiten voor de man. Na een paar jaar is mijn vrouw ook in de zaak gekomen. Ja. En zij heeft qua combineren, etaleren, een enorme meerwaarde voor Milano gegeven. Mm-hmm. Zeg maar, het is wel zo dat voetballers een neus en oog hebben voor mode. Dat zie je toch, hè? Die eerste klassers hebben chacoches van Vuitton en weet ik veel wat, van Gucci. We zijn helemaal gestyled. Is dat zo typisch iets voor de voetballers? Ik weet niet of dat typisch voor de voetballers is, maar mij doet dat wel enorm plezier. Want het zijn daar waar de mensen de trends zien. Ze kijken op naar die mannen. En ja, zo ontstaan ook trends eigenlijk. En zo gaan mensen dat volgen. Ah, die goede voetballer draagt zijn tasje zo. Die heeft zijn ceintuur aangepast aan zijn schoen. En als wij dat dan ook vertellen in de winkel, dan komt dat geloofwaardig over. Want ze hebben dat bij hun idool gezien. Speciaal van de zomer. Ja. Mooi. Oh, redelijk donker toch voor de zomer? Ja, maar dat kan. Dat is een bepaald thema. Wat donkerder oogt. Maar voor ons is het ook in een collectie te kijken van welk thema geloven wij het hardst in. Hoe maken wij de combinatie dat eigenlijk de klant van Milano zich daar goed in voelt. Ja. Wat verkoopt voor onze winkel het beste? Dat op een jeanskaal, of wat ze nou om is op die broek, maar op een jeans, wit hummeke onder. Dat doe ik garantie in de blazer. Waar doet ons dit aan denken? Espadrilles. Echt waar, alles komt terug. Ik denk dat het ook niet veel weegt. Nee, helemaal niet, het is heel licht. Maar ik vind de stijl wel heel mooi. En het verslijt nooit. Geld verdienen terwijl je ze zit aan het geven. Waar kan dat nog? Is dat de kunst van tegenwoordig? Dat is de kunst. En hier de andere kleur. Ja. Deze en blauw. Van Britney. Ook mooi met kompen. En de kleur blauw. Sekurt, jij laat je nu wel inspireren door deze beurs, hè? Maar wat zijn nog dingen waardoor jij je laat inspireren? Waar haal jij de ideeën uit voor jouw winkel? Goh, de beurs is daar een van de voorbeelden van. De winkels ook, waar we straks ook gaan kijken. We kijken ook hoe presenteren zij een etalage, hoe doen ze een etalage poppen aan, hoe combineren ze de combinaties van de kleren. Ik ga ook bij ons en soms in andere steden naar winkels kijken hoe het moet, ook soms leren hoe het niet moet. Kijken rond om bij te leren, maar niet om te kopiëren. Mm-hmm. En ik denk op termijn geloof ik ook heel fel in de identiteit van de winkel. Van daar staan wij voor, een duidelijkheid. We geven ons ogen continu de kost eigenlijk. Want ik zie hier soms de gekste combinaties vandaag. Hè? Mannen met strikjes, de halve broeken. Ja, dingen die wij niet zouden durven. Zijn we gewoon preuts? Zijn onze mannen preuts? Nee, dat vind ik totaal niet. Maar je kunt bijvoorbeeld België met Italië niet vergelijken. Maar ik denk dat we in België ene Marcel van Tulde hebben en hier lopen er duizenden, denk ik. Maar wat is dan dat grote verschil? Je zegt, het moet niet, we moeten ze niet kopiëren, maar zouden we durven? Zijn we daar klaar voor de mode die hier is? Dat denk ik niet. Ik denk, als je hier bepaalde mensen ziet lopen met
met bijvoorbeeld, laat ons zeggen, een mooie blazer met hemd en das op een Bermuda. Ik denk, als we dat bij ons zouden moeten presenteren, dat, ja, dat je misschien opgepakt werd en ergens naartoe gebracht werd. Ja, dat is echt rover bij ons. Ik laat mij ook altijd vertellen dat mannen niet graag shoppen. Is dat nu waar of is dat een flauwekul? Ik vind dat een heel fijne vraag. Ik denk dat er 1 of 2 op 10 wel graag shoppen. Dat is weinig, maar hè? Ik ben toch heel blij dat de vrouw er is, wat eigenlijk achter de man zit om nieuwe kleren te kopen. Anders kwamen ze gewoon nog niet te weinig, denk ik. Te weinig. Hoe komt dat? Waarom vinden de mannen dat niet leuk? Ik denk dat dat voor hun een noodzakelijk kwaad is voor de tijd erin te steken. Maar ik merk wel, als ze ene keer bij ons zijn en ze zijn klaar, dat ze toch tevreden zijn dat ze gekomen zijn. Zeg, en wie draagt nu eigenlijk de broek thuis? Is dat de man of de vrouw? Wie beslist van, schatje, dit wordt het kostuum? Mijn ervaring zegt of leert mij dat in heel veel gevallen de vrouw de broek aan heeft. Yes, toch nog altijd voor het zeggen. Ik durf niet... Tegenspreken. Nee, ik durf niet tegenspreken. Aan de schoenen van de man zie je welk vlees je in huis hebt. Dat is zo. Daar, als de schoenen verzorgd zijn, zou het een verzorgende man moeten zijn. Dus ja. Laat ons hopen dat het zo is. Maar dit zijn wel echt Italian shoes, hè? Ja, maar goed, het is Italiaans. Maar het is toch, vind ik, dat tikkeltje meer. Maar het is toch commercieel, vind ik. Het is niet overdreven, maar je ziet en je voelt hier eigenlijk de nieuwe trends. Als je hier het nieuwe blauw bekijkt, afgewerkt met het bruin leer. Allee, ik vind het heel mooi. Weet je wat mij ook opvalt in Italië? Dat hier heel veel mocassins zijn. Ja. Dragen wij dat nog veel? Ik denk het wel. Wat hier mij ook daarbij opvalt, is dat ze het met blote voeten dragen. Oh, verschrikkelijk. Ja, ik denk dat ik gek zou worden. Ja? Ik denk wij zouden wel blaren aan onze voeten krijgen. Ja. Wat is nu de topschoen? Wat vind je nu echt wauw, chic? Die wil ik hebben. Goh, wat vind ik de topschoen? Ik zie ene die ik echt wauw vind. Dan denk ik deze. Ik vind hem heel mooi. Die is echt wauw, hè? Speciale kleur, maar toch geen te opvallende kleur. Nieuw paars, zo schat ik het wat in. Kalf, lila. Oh, dat is ook nog kalfsleer. Ja. Kurt, accessoires. Vrouwen zijn daar zot van, hè? Maar hoe zit dat met mannen? Hebben zij daar verstand van? De accessoires worden alsmaar belangrijker bij de man. Een paar jaar terug, vertel ik soms, verkochten we 10 sjaals om de hele winter, bij wijze van spreken. Ja? Nu 10 per dag. De man is meer en meer modegevoelig. Hij staat daar ook meer voor open. Ja? Vroeger, als er een trend was, dan had hem dat al 3 seizoenen moeten zien eer hij eraan dacht. Ja? Nu hebben ze dat al bij vrienden gezien en moet ik het bijna aan de winkel niet meer vertellen. Zij gaan het mij vertellen, bij wijze van spreken. Ja. En, de riem, zelfde als de schoen, het sjaalke, aangepast, het pochetje met de das. De sfeer, wat de accessoires bezorgen eigenlijk aan de klant, dat wordt volgens mij alsmaar belangrijker. Ja, want dat is zo mijn trucje eigenlijk. Ik heb dan misschien al 10 jaar hetzelfde zwarte kleedje, maar ik draag gewoon een andere halssnoer, een ander foulaarke en een ander handtasje. En dan denk je toch van, tja, ze heeft er wat anders aan, terwijl ik gewoon net hetzelfde aan heb. Maar dat vind ik heel belangrijk. En dat gebruiken wij ook in onze verkoop. Dat geeft ook vertrouwen dat we zeggen, kijk meneer, u draagt bijvoorbeeld niet veel pak. Kies een neutraal pak waarbij je na vanavond de gelegenheid eigenlijk zegt, ik doe die das aan of ik doe nu vandaag een schenendas aan met dat hemdje. En dan gaat eigenlijk de mensen wat u tegenkomen denken van, amai, hij staat weer fris erop. Ja, ja. En jij hebt eigenlijk dan toch plezier van uw kleding. Ja. Is de riem voor de man niet een beetje zoals de lippenstift voor de vrouw? We hebben er ongeveer 10 kleuren. Moet de man niet zo ongeveer 10 riemen in zijn kast hebben hangen? We zijn gekomen van zwart en bruin, maar ondertussen felblauw, rood, paars, aangepast aan de schoenen eigenlijk. Ja. Kurt,
daarvan? Dat ik u vandaag heb leren kennen, is dat uw goesting? Dat is echt helemaal mijn ding. Allee, het is eigenlijk voor mannen, hè, maar zie, het wappert al, het waait al. Dus bij zelfs bloedhete temperaturen is het zalig om te dragen. Ik denk het wel. Ik zou het zelf willen aandoen. Het is een mooie beurs, maar wel een grote beurs. Hè? Ik denk dat we heel veel inspiratie hebben opgedaan en dat het nu tijd is voor ons alles rustig te laten bezinken. Wat denk je? In het centrum van Firenze, het terrasje? Schitterend idee. Ik wist het. Dagje in de mode duiken. Heeft het iets opgeleverd qua ideeën? Ja? Wat ga je mee naar huis nemen? Het is al een beetje in zakken, moet ik zeggen. Ik denk dat ik weer verschillende andere manieren van afwerkingen heb gezien. Verschillende manieren van wassingen van stoffen. Ik heb verschillende veranderingen in de schoenen gezien. Zo'n beetje dat espadrille verhaal ja. Wat in de schoen terugkomt. Allee, nu... De volgende dagen zal dat nog meer gefilterd worden, maar ik ben toch heel blij dat we weer hier geweest zijn. Zeg, en hoe vaak kwam jij per jaar? 2 maal per jaar. Dus wanneer spreken wij af? Binnen een half jaar. Dat is hiermee dan geregeld. Tot ziens. Dit was Ching Ching. Graag tot volgend weekend.